Weer een stukje verder met de terrassenvloer. De vogels schijnen te toveren en dit is natuurlijk een van de mooiste dingen van de verbouwing in mijn ogen. Gewoon oude zaken, mooie, hoe noem je dat? Oude luis herstellen. Ik weet het niet eens, maar het is gewoon heel gaaf om te doen. Je ziet hier gewoon de oude terrassenvloer tevoorschijn komen. Waarom plastic? Gewoon afdekraampje, omdat je dan de vloer het minst beschadigt. Natuurlijk, hoe zachter het materiaal, hoe beter het is. Ja, ik kan het. Maar ze blijft de vloer gewoon heel. En als het even te zwaar wordt, dan pak je gewoon wat kleinere strookjes. En als het echt hier is het echt hard. Botte schroefdraaier. Ik kan ook een pluimuurmes nemen, maar ik heb toch het meeste gevoel over de schroefdraaier die ik toch het mooiste vlak kan houden, niet te scherpen. Dan krast die natuurlijk in het terrazzo. Natuurlijk is het gewoon wel een natuurproduct, dus het kan wel even beschadigen. Maar goed, hij moet daarna toch nog wel behandeld worden. Dus zo zijn we steeds een stukje verder. Dit is ja, de ene denkt van leg de vloerbedekking overheen en ik zeg... Dit moet terug in een oud huis. Gewoon herstellen. Ziet de biest er al ontstaan. Hier. Kijk hoe mooi het is. Dit is gewoon de oude terrazzo. Ik denk een van de mooie ontdekkingen. En je kunt natuurlijk heel veel doen. Wat komt er nu bekijken bij de terrassenvloer herstellen? Stappenplannetje. Uiteraard gewoon in zijn grove weg. Oude vloerbedekking eraf. Schoonmaken. Kijken wat er hersteld moet worden. Dat bijvoorbeeld moet gedaan worden. Een keer afschuren. Kan op verschillende niveaus. Ik zal alles in het bericht zetten. En mocht je het helemaal willen zien. Ik zie je stappenplan natuurlijk de kosten ervan. Hè? Dan zal ik het in het bericht zetten. En mocht je het zien in YouTube. Zal ik de link weer onder de video zetten. En ik ga verder met het afdekraam.